Met een verborgen camera filmen we een middag lang vanaf de bushalte de overgebleven ronselaars. Aan de paar voorbeelden die we u laten zien is af te leiden hoe schaamteloos de harde kern van een man of zes is. Deze zet zijn lichaam voor de handhaver tijdens een verkooppraatje. Dit keer geeft hij op en keert hij terug bij de standplaats. Voor de chauffeurs die zich aan de regels houden is het een stuk lastiger om daar überhaupt te komen. Dankjewel, broer. Dit nummersysteem is door de chauffeurs zelf opgezet. In een appgroep krijgen ze door wie aan de beurt is. Op dit moment is 185 de buffer ingegaan. Dus dat zijn 150 auto's even snel gerekend. Dat ik dus nog moet wachten om de buffer in te kunnen. En hoeveel auto's staan er dan nog in de buffer? In de buffer passen er zo ongeveer tussen de 40 en 50. Als je pech hebt sta je 2 uur vast. Als je geluk hebt ben je met een half uur ben je aan de beurt. Dat geldt dus niet voor de ronselaars. Alsof de handhavers er niet staan, worden toeristen aangesproken. Of worden hun koffers gepakt. En niet één keer. De handhavers zeggen er iedere keer wat van, maar daar blijft het bij. Ook al achtervolgt de ronselaar de toerist totdat ze in de officiële taxi stapt. De vraag is of de toeristen dit snappen, maar veel taxichauffeurs zeggen in ieder geval dat het optreden van de handhavers te soepel is. Zou de handhaving pittiger mogen? Wij vinden dat de handhaving pittiger mag, absoluut. Maar als de fanatiekste ronselaar even uit het zicht denkt te verdwijnen van de handhavers, wordt duidelijk dat op heterdaad betrappen niet makkelijk is. Ze achtervolgen de ronselaar en het groepje toeristen totdat hij opgeeft en ze bij de bushalte achterlaat. De toeristen krijgen nog een knuffel en de ronselaar keert gewoon weer terug naar het plein. Waar, doordat de handhavers van hun plek zijn, een collega ronselaar wel succes heeft. Ik heb collega's die op een gegeven moment hebben gezegd van ik kan het niet meer handelen. Om op de standplaats te staan en dan voor mijn neus de ene naar de andere weggekaapt te zien worden. Voor mij is het nog niet zo ver, maar die grens die komt wel in zicht.